Elke week bij Luxury TV rijdt Irene van der Laar een rondje in een Jaguar voor een onthullend achterbankgesprek. Deze week stapt Jules van Hesse in bij Irene. Hij vliegt de hele wereld over als succesvol dirigent en hij is de jongste broer van Lex. Jules, jij bent de Benjamin van de familie van Hesse. Beschouw je dat als een privilege? Ja, wel een beetje. Mijn ouders die hielden niet zo van het woord Benjamin. Die hadden het over toegift. Maar ik ben een vrij late toegift, zeg maar. Toegift terwijl het publiek al naar huis was. Maar als jongste heb je altijd toch wel aparte privileges, dat klopt wel. En je broer Lex, hoe zou je die omschrijven? Ik zou hem omschrijven als het prototype van ruwe bolster Blanke Pit. Ik denk dus mensen die hem niet zo goed kennen. Ik zou wat moeite met hem kunnen hebben. Zeker in de eerste kennismaking, wat stug en nors. Maar iemand met een ontzettend klein hartje en uiteindelijk eigenlijk een hele lieve man. Maar soms wat moeilijk, soms ook wel wat vreemd op een leuke manier. Hoe is hij verder? Is het een big spender? Is het een man die op de centjes let? Ja, hij is absoluut geen big spender. Hij is bijna een karikatuur van een non-spender. Want hij is aan de ene kant heel erg gul. Maar ik was met hem op vakantie en mijn dochter die wil een iPad hoesje kopen of een iPhone hoesje voor $20. En dan zegt hij, ja maar dit hoesje dat kost $2 in China, dat ga je toch niet kopen. En ja, ik wil het dan toch kopen en dan vindt hij me helemaal gek en dan wordt hij heel erg boos. Dus hij is ook, als hij mooie dingen ziet, dan zegt hij van ja, maar het wordt in China gemaakt voor $10. En dat belet hem nog wel om ook te genieten van het geld wat hij heeft. Want hij loopt inderdaad gewoon af en toe in een spijkerbroek volgens mij van $10. Nou, welke vraag zou jij hem willen stellen? Hier is de kamer, dus ik zou zeggen, ga je gang. Nou Lex, ja, we hebben het een beetje over hobby's en je loopt hard. En het is geweldig dat je steeds elke keer je tijden weet te verbeteren en halve marathons loopt. Maar je krijgt volgens mij nu toch meer tijd. Ik zou zeggen, ga je nog een andere hobby ontwikkelen? Ga je met me vliegen of ga je zelf een brevet halen? Of heb je nog iets wat je buiten je werk gaat doen?